En in deze maand van Lekker December bij Poys heb ik iedere week een gast in de keuken. En vandaag heb ik hier naast me staan... Tibor Vermezi. Hey, dat klinkt buitenlands. Dat is helemaal buitenlands. Ik ben geboren in Hongarije. Oké. En waar kom je vandaan? Uit Zevenhuizen. Uit Zevenhuizen. En je doet je boodschappen bij Poys daar? Elke vrijdag of zaterdag doe ik boodschappen daar. En dan kijk ik de kookkunst af van Marianne. Oké. En die staat achter het meubel. Wat maak je menu? Precies. En vandaag gaan wij het samen doen. Oké. Dus dit zijn de ingrediënten voor deze week? Klopt, Timor. We hebben die heerlijke varkenshaas. En die zit in een mooi krokant korstje. Vloeibaar bakken en braden van Kroma. Dan komt daarbij een heerlijke pittige saus. Dat zou je als Hongaar ook lekker vinden. Heerlijk. Wat is het? Een roze peperbessaus gemaakt van seizoenenpepers, Spaanse pepers, tomatensaus en met room. Dan doen we daarbij spinazie. En die spinazie die wokken we even met een tentje knoflook. Dus gewoon eventjes een beetje roeren met een tentje knoflook erbij. En een krielaardappeltje gekookt erbij met een klein beetje gehakte peterselie. En we drinken erbij een Franse Merlot. Hey Timor, we gaan los. Oké. Hupsakee. Kijk, de Kroma. Die doen we in de koekpan. Ik doe dat een beetje royaal. Nou, is heet genoeg, Timor. Pak het vlees maar. Zo. En dan, hupsakee. Doe er maar in. Kijk, dan schroeit je helemaal dicht. Perfect. En dan loop je eventjes. Je moet het altijd met een tang doen, hè? Ja. Niet met een vork, want dan prik je het lek. En nu ga je mooi rondom dicht schroeien. Dus loop er maar even met dat vlees er doorheen. Juist zo. Goed zo. Prima. Draai hem alvast maar om. Want het is heel heet. Kijk erbij zo. Ja. En schroei hem dicht. Top. Zie je wel dat hij nu al kleurt. Ik doe het vuur uit en leg hem maar op het plaatje. Het vlees is nou natuurlijk nog hartstikke rauw, maar het is niet erg. Met het plaatje erbij. Perfect. Leg hem maar op. Die gaan we straks portioneren. En dan maken we eerst eventjes de pepersaus. De pepersaus, Tibor. En daar heb ik 4 seizoenenpeper voor nodig. Dit zijn 4 soorten pepers. Die hebben we nodig ook als basis voor de pepersaus. En die moeten we kneuzen. En dan pak ik gewoon een pan. Zo. En dan ga je met die pan... Ga je dit gewoon helemaal fijn drukken. En dan kneus je de pepers en dan ga ik de Spaanse peper snijden. Doe jij dat? Ja. Goed zo. Dan snij ik de Spaanse peper. Ik gebruik er 1 hoor. Die kan je heel makkelijk ontdoen van de pitjes. Wist je dat? Kijk, dat gaat zo. Gewoon draaien. En dan... Want deze zijn heel erg pittig, hè? Nou, kneus hem maar. Doe maar. Knarsetandend, hè? Misschien zitten er nog een paar pitjes in. Even checken. Nee, kijk, het is helemaal leeg. Zie je dat? Wat een pittig sausje, maar dan ben je wel gewend als Hongaar, of niet? Oh ja, heerlijk, heerlijk. Hongaars bloed. Rag fijn snijden. Wat denk je, zo'n halve peper, is dat wel genoeg? Ik denk het wel, hè? Nou, dat dacht ik ook wel. Ja, want we hebben daar ook nog peper. Meer dan genoeg. Zo. Ik doe alvast een klein beetje vloeibaar voor bakkende braden in de pan. En dan mogen de pepers erbij, Tibor. Kijk, dan zie je dus. Dan gaan we dat eerst even oplossen. Kijk, het gaat een beetje bijna schuimen, weet je wel. Ja. Pak die pepertjes maar, die mogen er ook bij. Ja. Goed zo. Kijk, dan gaan we de smaak even lekker een beetje loswerken. Nou kom ik met tomatenpuree. Dat is deze. En dan doen we... 2 schepjes tomatenpuree erin. Deze roeren we door. En dit ontzuren. Zo. En nou blus je hem af met je rom. Doe het er maar bij. Doe maar. Kom maar. Nog maar meer. Nog maar meer. En stop. Ja. Kijk. Nou hebben we eigenlijk al een super sausje. En wat is het toch simpel, hè? Eigenlijk wel. Ja, of niet? De volgende fase. Ik ga het vlees portioneren. En jij gaat even de spinazie wokken. Heel klein beetje vloeibaar. Kroma erin. Echt een beetje hoor. Ja, is goed. En een hoog vuur. Kijk, en dan wok je dat eventjes met dat tentje knoflook. Je mag er in 1 keer in doen. Kijk, ik ga dit er mooi in biefstukjes snijden. Kijk, is nog helemaal rauw van binnen. Zie je wel? Zo, kijk. Heb je een mooi krokante laagje er nog omheen. Van het biefstukje.
Nou, roer het maar goed om, hoor. Zo. En die varkenshaas die gaat nog even 10 minuten in de oven van 200 graden. Ja, roer hem maar goed om. Zodat die spinazie helemaal geslonken is. Ik doe ondertussen een klein beetje verse peterselie op de aardappeltjes. Zo. Even omschudden. Kijk, dit gaat helemaal de goede. Had je er al zout op of niet? Nog niet. Snufje zout. Nou, roer het er maar door. Prima. Klaar. Kijk eens even, Timor. Hebben we dat niet mooi gefixt samen? Ja, geweldig. Heerlijk, die varkenshaas met die kruidenkorst en die spinazie in een lekkere roze peperbessaus. Timor, ik zeg op lekker december. Oké, wij wensen u prettige feestdagen. En zo is dat.